Ik ben Shema en ik werk als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg. Ik heb de eerste stap gezet om meer te gaan werken. Ik heb een jaar geleden nog als mantelzorger gewerkt voor mijn vader. En die is een jaar geleden overleden. Dus ik had eigenlijk veel meer tijd over. Wat ook wel vervelend werd op een gegeven moment. En toen ging ik er wel vaker over nadenken om wat meer te werken. Ik heb met mijn werkgever gezeten tijdens mijn ontwikkelgesprek. En toen heb ik het ook wel benoemd dat ik er wel vaker over denk om meer te werken. En dat ik wel nog heel erg aan het twijfelen ben, omdat ik nog een opleiding wil volgen. En zij heeft me daar ook wel in geholpen. En toen is zij me ook aangegeven van, joh, je kan altijd met je opleiding starten. Je kan ook altijd je contract nog verlagen. Dus als jij meer wilt werken, dan kan je ieder moment je contract verhogen. En ook ieder moment je contract verlagen. En toen heb ik ook wel echt heel snel de keuze gemaakt om die ook wel te verhogen. Mijn moeder was blij en ook wel motiverend van, ja, als jij het goed vindt, als jij het aan kan, moet je het vooral doen. En ze merkt er op dit moment ook niet echt veel van dat ik nu meer werk. Omdat ik dus op die vrije dagen dan ook gewoon thuis zit. Ik hoef niet meer terug te komen voor teamoverleggen of ander soort overleggen. Dus als ik vrij ben, dan ben ik ook echt vrij. Dat vindt ze wel heel fijn.